vandaag in, ja, eigenlijk in Israël. Want Israël waarschuwt voor een nieuwe aanvalsgolf in Libanon. Die aankondiging doet het leger van Israël. Maar de strijd tegen Hezbollah moet dan zo kort duren als mogelijk, zegt een woordvoerder van het leger tegen persbureau Reuters. Maar we weten inmiddels dat sinds maandag door die aanval op Libanon bijna 560 doden zijn gevallen. En ook vannacht gingen de Israëlische aanvallen gewoon door. Inmiddels zouden 500.000 Libanezen zijn ontheemd. Die zouden ook zijn gebeld door het IDF, door het Israëlisch leger, van ga weg uit het zuiden, vertrek, zegt de buitenlandminister van Libanon, Abdallah Bou Habib. We gaan over de gebeurtenissen daar praten met Israël-correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, anderzijds, Hezbollah voert nog steeds uiteraard aanvallen uit op Israël. Dat deden ze al de hele tijd. En daardoor horen we afgelopen dagen ook meermaals het luchtalarm afgaan in het noorden. Maar ook bij jou in Tel Aviv. Hè. Wat hoor je? Wat gebeurt daar? Ja, vanochtend, een half uurtje geleden, voor het eerst in Tel Aviv en de rest van het centrum van het land, in Netanya, iets ten noorden, ging voor het eerst een luchtalarm af vanwege een raket afgeschoten vanuit Libanon. Kan een flinke escalatie betekenen. Het was altijd de rode lijn voor Israël van, raak vooral niet Tel Aviv. Dus het kan zomaar zijn dat Israël hierna aanvallen zal gaan uitvoeren op Beirut, wat tot dusver alleen gerichte aanvallen waren tegen Hezbollah-commandanten. Maar mogelijk dat dit het laatste zetje geeft om Israël ook daar te gaan aanvallen. Maar inderdaad, hier een 1,5 miljoen mensen die vanochtend om 6:30 naar de schuilkelders moesten rennen. Ja, waaronder ook, neem ik aan, de familie Dekkers. De familie Dekkers. Ik was gelukkig al wakker. Ik weet niet of ik anders wakker had geworden van het alarm om vrouw en kinderen ook wakker te maken. Maar inderdaad, je leert je buren kennen zo 's ochtends vroeg in de schuilkelder met z'n allen. Nou, niet fijn. We gaan even terug naar die speech van Biden gisteren bij de algemene vergadering van de VN in New York. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. Ja, hij zegt, ze zitten niet op te wachten op een volle escalatie. Maar Libanon zegt daarentegen teleurgesteld te zijn in zijn woorden. Want hij waarschuwde inderdaad voor een grootschalig conflict. Maar kwam niet met concrete suggesties om het te vermijden. En dus zegt de Libanese buitenlandminister, ik heb hem al eerder genoemd, die meneer Habib, niet sterk. En daarmee wordt het probleem niet opgelost. Maar wat zeggen de Israëliërs op deze, in reactie op deze speech van Biden? Ze waren eigenlijk wel blij met deze speech. Want er werd bijvoorbeeld niet met een beschuldigende vinger naar Netanyahu gewezen dat hij deze escalatie in gang heeft gezet. Er was lichte kritiek op kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Maar eigenlijk qua Libanon staan ze achter de Israëli's. Amerika stuurt ook, zij het beperkt, stuurt extra troepen naar de regio toe. Om toch ook Iran af te schrikken. Om zich vooral niet met deze strijd te gaan bemoeien. Dus hier zijn ze er vrij content mee met hoe Biden gisteren die speech voor de VN hield. Ja, maar nu, wat gaan we nu verder zien in Israël? De plannen die op tafel liggen. Ik zei het net al eventjes, de defensietop heeft gezegd, we gaan een nieuwe aanvalsgolf in Libanon laten plaatsvinden die kort moet duren. Waar duidt men dan op? Wordt dat een grondoorlog? Wordt het een luchtoffensief? Weten we iets wat de Israëliërs van plan zijn? Als je de anonieme hoge functionarissen hier mag geloven, die zo nu en dan de pers inlichten, dan is een grondoffensief ligt nu niet op tafel. Ja. Ze willen nu vanuit de lucht proberen zoveel mogelijk dat raketarsenaal van Hezbollah uit te schakelen, zodat dat in de toekomst geen bedreiging meer zal vormen voor Israël. Nou ja, dan heb je natuurlijk wel het risico dat Hezbollah gaat denken van ja, ik moet ze of nu afschieten of anders zijn ze dadelijk allemaal verwoest. Dus de kans op escalatie, bijvoorbeeld nu vanochtend met die aanval op Tel Aviv, is heel reëel. Hoe kijkt de Israëliër op straat hiernaar? Want die heeft net een conflict in de Gaza-strook, heeft hij gezien. Daar zitten nog steeds gevangenen en daar zijn gijzelaars opgesloten. Nu weer deze escalatie. Is niemand een beetje oorlogsmoe aan het worden in Israël? Men is oorlogsmoe. Dat is men eigenlijk al een tijdje. Zou ook de troepen zelf, de reservisten, die hebben ook geen zin om nog een keer voor de vierde of vijfde keer opgeroepen te worden om weer vrouwen en kinderen uit achter te laten en het lege kloffie aan te trekken. Maar
Toch, 2/3 van de bevolking staat achter deze militaire operatie tegen Hezbollah. Ja. Men heeft het idee van onze grenzen bleken niet veilig op 7 oktober. We hebben nu de grens met Gaza veiliggesteld. Nu moeten we doorpakken om ook de grens met Libanon veilig te stellen. Zodat we in ieder geval de komende jaren met een gevoel van veiligheid kunnen leven. Ja, anderzijds, je moet nu wel doorzetten. Want je hebt in ieder geval heb je met een stok in het wespennest gepoord, hè, bij Hezbollah. Inderdaad, tot dusver nog steeds vrij terughoudend, Hezbollah. Want ze hebben natuurlijk een gigantisch arsenaal aan raketten. Ja. Ze hebben bewust nog niet grote bevolkingscentra met in ieder geval met veel raketten afgeschoten. Deze vanochtend is uit de lucht gehaald door het luchtafweergeschut van Israël. Ja. Dus die stap hebben ze nog steeds niet gezet. Dus er zou nog een oplossing mogelijk kunnen zijn, in ieder geval theoretisch, om een all-out war te voorkomen. Maar die zal dan wel snel moeten komen. Dankjewel, correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv.